Als ik aan andere mensen laat zien op welke school ik lesgeef, dan zie je altijd even zo'n verbaasde blik van wauw, is dat een school? Bestaat dat echt? Ja, het bestaat echt. Het is wel een speciale school. De leerlingen noemen ons bijna voornaam, ook de schoolleiding. Ik heb ook niet echt het gevoel dat ik hier voor de klas sta, maar meer in de klas en samen met de leerlingen naar een doel toe werk. En dat is iets wat mij wel heel veel voldoening geeft in mijn werk. Wat mij opviel is dat iedereen heel hulpvaardig is. Hagenveld is een categoriaal ateneum met meer dan 150 medewerkers en er zitten ongeveer 1400 leerlingen op. Als ik naar school fiets en ik kijk dan over de koer en het gebouw, dan denk ik, jeetje, wat bijzonder eigenlijk dat ik hier werk. Je kunt er een half uur lopen in je pauze of in een tussenuur zonder van het schooltrein af te gaan. Dus dat is wel vrij uniek. De leerlingen zijn over het algemeen heel slim, heel betrokken. Dus het niveau is hoog. Dus als je een vraag stelt over, nou jongens, wat is er gebeurd in de wereld, dan weten ze precies wat er speelt. Er wordt één keer per week vergaderd. Die vergadering heb je met je team. Dan heb je eigenlijk wekelijks eventjes de tijd om alles wat je wil bespreken daar even in de groep te gooien. Problemen met leerlingen die je hebt te bespreken en gewoon om advies te vragen en dat soort dingen. Nou, je werkt hier heel erg samen. We werken dus met de sectie sowieso samen, omdat je, we hebben die proefwerkweken, dus de PEP-weken, zo noemen we dat. En nou ja, je hebt een gezamenlijk proefwerk, dus dat houdt dus ook in dat je daar gezamenlijk naartoe gaat. En dat wil niet zeggen dat je daarin geen vrijheid hebt hoor, maar we spreken wel toetsen samen, afmaken ook samen. En dat vind ik heel prettig werken. De technieken op Hagenveld die gebruikt worden is eigenlijk heel divers, want het is ook maar net wat de docent fijn vindt. We doen op school aan blended learning, dus over 3 jaar hebben alle leerlingen van school een laptop. Maar dat betekent dat we niet alleen daarmee werken, maar ook gewoon nog in je boek schrift van het bord. Want we hebben lessen van 80 minuten en lessen van 40 minuten. En het is belangrijk om in die lessen van 80 minuten veel af te wisselen. En dan is de techniek heel fijn. Doordat we nu deze langere lessen krijgen, denk ik dat er veel meer ruimte is om gevarieerde lessen aan te bieden. Dan kun je ook afmaken wat je wilt doen in de les. Als medewerker krijg je hier ook heel veel tijd om jezelf nog te blijven ontwikkelen eigenlijk, buiten het lesgeven om. Ik heb bijvoorbeeld de afgelopen 2 jaar nog een opleiding gedaan aan het ICLON om mijn eerste graad te halen. Daardoor werd ik heel erg ondersteund door school, omdat ze ook graag in mij willen investeren als docent. Ik voel me hier gewoon heel erg thuis. Vanaf het eerste moment eigenlijk bij het sollicitatiegesprek had ik het gevoel van wauw, dit is mijn school. Iedereen gaat gewoon goed met elkaar om en zo werkt het ook onder de docenten. Het is eigenlijk een heel fijn team en nog fijnere leerlingen eigenlijk.